Je kijkt naar het Jeugdjournaal op dinsdag 27 augustus. Een gloednieuw schoolplein in Oldenzaal. Morgen wordt het officieel geopend op de Sint-Jozefschool, maar Taco mocht vanmiddag al komen kijken. Het klinkt heel gewoon. Vrouwen in de politiek. Maar dat is het niet voor iedereen. Ook niet in Nederland. Bij de politieke partij de SGP bijvoorbeeld. Daar kan nu voor het eerst gestemd worden op een vrouw. En dit was het Jeugdjournaal voor nu. Nog een heel leuke avond en tot morgen. Doeg!